zonder tegen en draaien in het rond. De optocht werd voorafgegaan door de jeugdraad van de Blauwe Bok. Stappen met je voeten en spring, spring, spring. Je handjes in de lucht en schudden met je rillen. Wat zijn jullie aan het doen hier? Carnaval aan het vieren. Ja, en wat zijn jullie aan het poetsen tussendoor? Nou, eigenlijk iedereen. Ja. Alle mensen en palen en zo. Ja. Oh, tussendoor, terwijl je loopt, ga je de boel een beetje poetsen hier. Ja. Wat heb je allemaal bij je om te poetsen? Nou, een wc-borstel en er zit allemaal spons op onze sport. Oh, okay. En dan wordt het een beetje schoon? Ja, zeker. Dus jullie doen het werk hartstikke goed. Ja. Nou, we hebben hier nog. Je moet nog dankjewel. Een straatje schoonvegen. Hè? Ja, doei doei. Ja. Alle klassen van de Cubus hadden een thema. Er was onder andere politie, aandacht voor poep op de stoep, disco-liefhebbers en de kom gaf kleur aan de optocht. Elke klas maakt er een feestje van, een themaatje. En op die manier geven we zeker de optocht kleur. Nee, zijn jullie dat ook? Nu allemaal achter elkaar gaan staan. En het is nu tijd voor de... Een optocht is voor de leerlingen van de kom een hele beleving. Heel spannend, om heel eerlijk te zijn, maar ook wel heel erg fijn om hier aan deel te mogen nemen. Er staan ouders langs de kant, er zijn heel veel belangstellenden die naar ons zwaaien. Dus ik denk dat ze het fantastisch vinden, maar ook een beetje spannend. Met die